Dan toch van het veldrijden even weer terug naar de weg. De ronde van Guangxi in China, volg je die? Moet je wel volgen. Moet ik wel volgen? Want de leider momenteel is Milan Vader. Ja, dat is een ex-mountainbiker. Ja, is ex-mountainbiker. Ja, nee, ik wou ook zeggen, volgens mij is Milan Vader heeft daar de etappe gewoon in de leiding gepakt. Maar ja, ja, dat was mooi om te zien. Dus dat, ik heb wel stukjes gezien van de overwinning. En ja, het is mooi dat die jongen... eigenlijk kwam het er niet uit dit jaar op de mountainbike. We wilden natuurlijk ook volgend jaar Olympische Spelen gaan rijden, maar... ja, kwam er echt niet aan te pas bij de wereldbekerwedstrijden. Ja. En het is fijn dat hij nu nog fris is aan het eind van het seizoen. En in ieder geval een etappe heeft. Zijn eerste profzege kan. Is dit dan ook weer zo'n voorbeeld, net als Thibaut Nijs, die dan ook weer van dat veldrijden naar de weg gaat? Ja, in principe wel. Ja, daar kijk, hij is natuurlijk jarenlang al begeleid door Tim Heemskerk. En Tim Heemskerk, nou, ik denk dat die hem wel bij de ploeg heeft gehaald. Maar ik denk dat die jongen nog veel beter op de weg kan rijden. Ja, want hoe bijzonder is het dat hij nu hier weer staat? Nou ja, dat is heel bijzonder. Geweest. Ja. Het is fenomenaal eigenlijk, deze prestatie die hij levert in China. Want vorig jaar... Want bijna dood, wat... Ja, ik meen dat het in de Ronde van Baskeland was. Is hij heel zwaar gecrashed en heeft hij bijna het leven gelaten. Ja. Dat hij brak daar van alles. Ik weet niet hoeveel ribben. Hij heeft in coma gelegen... En hij is nu terug en als je dat dan mag vieren met een prachtige koninginnenrit in een weliswaar niet al te belangrijke etappekoers in China. En je pakt de leiding en normaal gesproken gaat hij die eindoverwinning morgen binnenhalen. Ja, want morgen is eigenlijk nog voor de vorm. Ja, een criteriumpje denk ik. Zo gaat het meestal, die kleine etappekoersen. Dus ja, petje af voor deze jongen en een heerlijke impuls voor hem om volgend jaar van meter van weer ervoor te gaan. En... Ja, want waartoe is hij in staat? Ja, het is best wel een klasbak, vind ik, hoor. Hij kan goed bergop rijden. Hij heeft volgens mij ook heel goed koers in zicht. Dus ik denk dat Jumbo-Visma, of hoe het volgend jaar mag heten... daar best meer plezier van zal hebben.